Paul Gladon, alles wat jij de laatste weken aanraakt verandert in goud. Ja, een strafschop misschien een paar weken geleden niet, maar voor de rest wel. En vandaar ook weer. Ja, zeker weten. Het was eigenlijk... begin eerste helft hadden we het goed onder controle, 1-0. Toen zeiden we aan de rust dat we uit moesten kijken dat ze niet zomaar die 1-1 weer binnenschieten. Net als tegen Fortuna. En dat gebeurde weer. En dan, toen zag je eigenlijk wel dat het moeilijk werd. Kwamen er moeilijk meer doorheen. En een beetje, ik had het gevoel dat hij op slot zat. En dan, dat is fantastisch dat je hem nog maakt, die 2-1. En uiteindelijk ook nog de 3-1. Dus echt een heerlijk gevoel. Ja, al met al voor de neutrale toeschouwer hele mooie doelpunten. Ook het doelpunt van Twente was prachtig. Ja, zeker. Ik denk dat hij die niet snel meer zo zal maken. Alleen voor ons was het even op een kut moment. Alleen dan herstel je het nog goed en dan winnen we hier met 3-1. Had je het besef nog wel van, nou, het kan nog gebeuren? Jullie gingen natuurlijk ook opportunistisch spelen. Soesje kwam erin, jij een linie naar achteren. Had je nog wel het gevoel, hij valt nog? Ja, zeker. Dat gevoel heb ik altijd. Alleen we wisten wel dat het moeilijk was. Want wat ik net al zeg, we zaten een beetje op slot. Alleen dan, je weet dat hij wel kan vallen. En hij viel ook gelukkig. Was je van tevoren blij dat Twente niet op volle oorlogsterkte kwam? Althans, door de nucleaire top speelde het eerste helft van Twente niet. Dan zouden hier spelers kunnen spelen. Zoals jullie ook eerder meemaakten toen Mokhtar en alles speelde in Enschede. Was je daar bang voor? Ja, eigenlijk wel, omdat het eerste niet speelde. Dus ik had misschien verwacht dat de spelers van het eerste mee zouden doen. Alleen ik denk dat die een weekend vrij hebben gehad. Zodat ze ook even goed kunnen herstellen. Dus voor ons kwam dat goed uit. Alleen het was even goed een moeilijke wedstrijd. Je weet, het zijn toch allemaal talenten die daar spelen. Alleen uiteindelijk hebben we hem toch gewonnen met 3-1. Dus stop. Ja, de laatste weken scoor je aan een lopende band. Je bent nu 1 jaar hier Dordtenaar. Heb je echt die ontwikkeling gemerkt? Dat je sterker bent geworden? Dat je veel meer ervaring krijgt, et cetera, et cetera? Ja, zeker weten. Bij Sparta speelde ik eigenlijk altijd in de tweede en af en toe viel ik in een kwartiertje. Alleen daarin kan je niet echt ontwikkelen in zo'n invalbeurt. En nu speel je elke wedstrijd en dan merk je echt dat je aan het ontwikkelen bent. En nu speel je om de titel. Dat gaat waarschijnlijk sowieso gebeuren. 4 punten los. En Willem II moet die wedstrijd nog maar zien te winnen. Hebben jullie een mentale tik uitgedeeld nu ook met deze overwinning? Ja, ik denk het wel. Het is 4 punten. Dus we leggen nu echt de druk bij hun. En we weten, of hun weten ook, als ze niet winnen, dat het gat weer groter wordt. Dus hun moet ook. Dus het is alleen maar mooi zo. Ja, mooi feestje na afloop. Het leek al bijna of jullie kampioen werden. Ja, zeker. Ja, omdat de wedstrijd zat een beetje op slot en dan maak je hem zo laat. Dus dan is de ontlading helemaal groot. Dus mooi.